Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, gasten. Iedereen die nu of op een later moment digitaal aan ons verbonden is, van harte welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant dominee Van der Ree. En de schriftlezing vanmorgen is uit Psalm 32. Het thema van de dienst is worstelen met God. Mededelingen namens de kerkenraad. We herinneren u nogmaals aan de startzaterdag op DV zaterdag 7 september. Een mooi moment om op een interactieve manier aan het nieuwe seizoen te beginnen. Iedereen van harte welkom. Voor verdere informatie en hoe u zich kunt aanmelden, verwijzen we naar de zondagsbrief van vorige week en naar onze website. De fysieke collecte in deze dienst is bestemd voor PNIO algemeen, in het bijzonder ontmoetingsbijeenkomsten. De bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk en kunt u overmaken op de gebruikelijke en bekende wijze. We gaan nu zingen, Psalm 66, vers 8, en de kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst. Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit Psalm 91, het eerste en het vijfde vers. En dat is een psalm, ik zal hem straks ook nog aanhalen in de preek, die wel heel goed past bij de ervaring die Jacob heeft op de plek die hij dan Pniel noemt. Want ik heb God van aangezicht tot aangezicht gezien. Hij heeft God in de ogen gekeken, hij is hem onder ogen gekomen. En we zingen dan: hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning
beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning, want hij zal zijn engelen gebieden dat ze u op weg bevrijden. Wij luisteren naar de wet die de Heer ons geeft, opdat wij onze zonden leren kennen, die belijden voor het aangezicht van de Heer Jezus Christus, van Hem genade mogen ontvangen en ook ons leven daarna richten uit dankbaarheid. En wij verootmoedigen ons na het horen en lezen van de wet met Psalm 130 en daarvan het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, jouw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken
Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan de derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt, dat u die apart zet. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de rustdag, de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee met al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en hij heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze 2 geboden rust het hele woord van God. Gemeente, laten wij samen de Heere bidden en danken. Wij willen in onze dankzegging danken dat broeder en zuster Anton en Martine de Jongste, Vrekenhorst 71, op 26 augustus 25 jaar getrouwd mogen zijn. We willen de dankbaarheid bij de Heere brengen. We willen ook danken voor het verloop van het kerkkamp. Jongeren van 12 tot en met 16 jaar die in de afgelopen week op kamp zijn geweest.
Alles is goed verlopen, een mooie week geweest. Wij willen onze voorbeden bidden voor broeder Dominique Esther van de Schoolweg 38. Hij zal komende week een operatie ondergaan voor het verwijderen van een niersteen. Wij willen in onze voorbeden ook denken aan broeder en zuster Heijen van de Weert van de Pakhuisweg 26. En ook familie Diepeveen Heijen van de Hanepol 2, de moeder van Koos Heijen, de oma van Jacqueline Diepeveen, is overleden in de leeftijd van 92 jaar. En zij zal morgen begraven worden. Wij bidden voor zuster Janette de Kievit van de Vondellaan 73. Die is opgenomen in de Fontein in Bos en Duin in verband met depressie. En we willen ook de heren danken en ook bidden voor de intrede van dominee van Langeveld in de Bethelkerk, onze zustergemeente hier in Veenendaal. Laten wij samen bidden en danken. Heere getrouwe God en Vader in de hemel, zo komen we voor uw aangezicht. Want dit is een pinialkerk. En heren, we horen vanmorgen vanuit uw woord dat het betekent. Dat wij u onder ogen komen. Heren, misschien dat we dat zo niet hebben beseft. De kerkgang kan voor ons iets heel gewoons hebben en ook een goede gewoonte zijn. En we danken u dat u ons heeft samengebracht vanmorgen. Hier in de kerk, of ook thuis, op afstand verbonden. En dat u ons opnieuw weer een zondag geeft, een rustdag tot uw eer, waarop u uzelf aan ons wilt openbaren door middel van de prediking. Waarop we samen mogen komen, elkaar erin mee mogen nemen in het zingen, in het bidden. Waarop we elkaar ontmoeten. Heren, dat is al zoveel wat u geeft aan zegen. Maar nou bidden wij u, heren, of u ook nog die ene zegen wil geven. Dat wij u vanmorgen zien. En heren, als we dat beseffen, dat dit de plek is waar dat gebeurt en ook gebeuren moet. Heren, dan kan het zomaar zijn dat we hier met knikkende knieën zijn gekomen. Want als u in het recht zou treden, heren, als u ons dan gadeslaat, als u ons dan ziet en op ons let, op onze ongerechtigheden, wie zal dan bestaan? Heren, geef dat we dat van harte kunnen beleven vanmorgen. Dat wij zondaren zijn. Ook dat is iets wat u, Heilige Geest, ons immers moet leren en moet laten zien. En ons zo moet vormen dat we dat kunnen zeggen. Niet maar voor de vorm, omdat we het weten, maar ook omdat we het bij onszelf zien en ervaren. Heren, wilt u zo met uw Heilige Geest vanmorgen ook werken? En dat we daarmee dan met knikkende knieën ook op onze knieën terechtkomen, Heer, bij u. Want er is vergeving. En daarom hebben we ook zoveel reden om u met een kinderlijk geloof, een geloof dat zo eenvoudig vol vertrouwen mag zijn, te vrezen. Heer, wilt u zo in deze dienst naar ons toekomen en wilt u ons ook te sterk worden, Heer? Breek door ons verzet heen. Wilt u dat bij ons wegnemen? En geef dat wij ons aan u uitleveren. Met alles wat we zijn. Met alles wat we hebben. Dat wij van u zijn. Geef dat we dat weer opnieuw mogen doen. Of ook voor de eerste keer. Heren, wij willen u danken voor het echtpaar de jongste admiraal van de Vrekelhorst die mogen gedenken 25 jaar getrouwd te zijn. Heren, ze willen graag die dankbaarheid ook aan u offeren. En wij doen dat samen met hen. Wij danken u dat u hen dit geeft. En dat ze zo door u geleid zijn al die jaren dat u er ook was. En dat ze met veel dankbaarheid de zegeningen mogen tellen die u
hen gegeven hebt. Heren, wilt u ook met hen meegaan, de toekomst in? Samen ook met hun kinderen. Wees u ook bij hen. En Heren, wilt u geven dat zij in verbondenheid aan u hun weg ook mogen vervolgen? Heren, wij danken u voor het kerkkamp dat plaatsvond in de afgelopen week. Wij danken u, Heren, voor de inzet van de leiding daar. Dat u hen het in het hart gaf om hier een bijdrage aan te leveren aan dit zo belangrijke stukje ook van het kerkelijk werk. En wij danken u dat hun inspanningen ook door u gezegend werden. En wilt u ze ook blijven gebruiken, Heren? Wees u met de jongeren die op kamp zijn geweest. Wij danken u voor vriendschappen die er zijn, misschien ook wel in de afgelopen week gekomen zijn. En geef dat als we zo ook op weg gaan naar het nieuwe seizoen van catechisatie, van clubs en verenigingen, dat we daar ook zin in mogen hebben om ook samen u te zoeken en ook samen bij elkaar te horen. Heren, wij bidden u voor Dominique Esther, wanneer hij in de komende week moet geopereerd worden. Wilt u bij hem zijn? Wilt u ook bij Wieke zijn en de kleine die nog maar zo kort geleden geboren is in deze periode? Wilt u de operatie zegenen? Geef dat alles goed mag gaan en dat ook de klachten daarmee weg zullen zijn. Gaat u met hem mee? Heren, wij bidden u voor familie Heijen en familie Diepeveen. Nu in de achter ons liggende week een moeder en oma is overleden. Heren, ze mogen een hoge leeftijd bereiken. 92 jaar. Maar wat is het toch ingrijpend wanneer je een moeder verliest. Heren, wij bidden u. Wilt u erbij zijn als morgen de begrafenis zal plaatsvinden? Ja, Heren, wilt u troosten. Troosten door uw woord heen. Geef dat het mag gaan om u, Heer Jezus, de overwinnaar over zonde en dood. Wij bidden u voor zuster Janette de Kieviet, die werd opgenomen in de fontein. Heer, wilt u bij haar zijn in haar omstandigheden? Wilt u uw zegen geven, ook over de behandeling, gesprekken die er zijn? Geef, Heer, dat ze daar weer nieuwe moed en nieuw licht mag ontvangen. Wees u haar nabij. Heren, wij bidden u voor dominee van Langevelde en voor onze zustergemeente, de Bethelkerk. Wij willen u danken dat zij vandaag aan elkaar verbonden worden. Dat dominee van Langevelde daar als predikant mag gaan dienen in de vacature die er was. Heren, wilt u hem persoonlijk zegenen met alle die bij hem horen? En wilt u hem ook tot zegen doen zijn in de gemeente daar en ook voor de samenleving van Veenendaal? Heren, wij bidden u ook voor andere kerken, hier ter plaatse, hier in Nederland en wereldwijd. Wilt u op deze dag het woord zijn loop laten hebben? Overal waar kinderen van u, geroepenen door u, samenkomen. Heren, wilt u uw woord zegenen dat wordt gebracht? En laat u uw koninkrijk mogen komen in de harten van velen. Ja, Heren, laat het ook mogen komen in deze wereld. En dat uw kerk daarvan een voorpost mag zijn. Wij bidden u, Heren, of u zo uw zegen wil geven. Ook aan ons als gemeente. Zegent u in ieder die een taak heeft. Wij vragen u of u de gaven die we van u hebben gekregen ook wil zegenen tot opbouw van de gemeente. En hoor zo naar onze gebeden. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. Jongens en meisjes, heb je dat wel eens gedaan? Armpje drukken. Ik heb er even een foto van meegenomen. Zo ziet dat eruit, zo gaat dat. Je kunt dat heel goed doen met je broertje of je zusje. Dan zit je aan een tafel en dan zet je je elleboog op de tafel en je pakt mekaars handen vast. En dan is het 1, 2, 3, start.
En dan ga je duwen, hè? Zo hard mogelijk. En het is de bedoeling dat het je lukt om de hand van die ander helemaal plat tegen de tafel te krijgen. Maar ja, die ander die probeert dat natuurlijk bij jou. En zo kun je kijken wie het sterkst is. En je ziet wel op het plaatje, dit zijn een paar mensen die hebben dat vaak al, die hebben dat vast al heel vaak gedaan. Dat zijn sterke armen die we zien. De sterkste wint. Daarover gaat het eigenlijk vanmorgen ook in de Bijbel. In wat we gaan lezen. De sterkste wint. Jacob, die is aan het vechten. Met wie? Ja, met een man. Hij weet het eigenlijk eerst niet wie het is. Maar later beseft hij het moet de Heere God zijn geweest. En wie denk je dat er wint? Jacob of de Heere God? De Heere God toch zeker, want die is zo sterk en machtig. Ja, dat is die ook. Maar weet je, toch is Jacob ook heel sterk. Want dat Jacob met de Heere God vecht, dat wil niet zeggen dat hij zich zomaar gewonnen heeft. Jacob vindt zichzelf ook wel sterk. Jacob is iemand die vindt dat hij veel dingen wel zelf kan. En daar heeft hij de Heere God niet bij nodig. Maar de Heere God die laat hem voelen en merken, Jacob, zonder mij ben je niks. Je hebt mij nodig, anders ga je verloren. Geef je aan me over. Je hebt mijn zegen nodig. Mijn vergeving ook. Kijk, weet je wat Jacob moet leren? Dat hij niet armpje moet drukken met van die grote spierballen erbij, die je hier op het plaatje ziet. Zelf sterk zijn, maar dat hij beter iets anders kan doen. Als je nog eens even naar dat plaatje kijkt, zie je die handen? Die zitten zo, hè? Je kunt ze ook zo doen. En dan ga je bidden. Dat zou Jacob moeten doen. Het van de Heere God verwachten. En wij ook, jij en ik. Niet zelf krachtig zijn en je zelfs verzetten tegen de Heere God. Maar je aan hem overgeven en vragen, Heere God, wilt u mij zegenen? Want u heb ik nodig. Daarover gaat het. Gemeente, we gaan lezen Genesis 32. We vervolgen daarmee de serie preken over het leven van Jacob. En nadat wij dit gedeelte hebben gelezen, willen we samen zingen uit Psalm 18 en daarvan vers 8 en 9. Psalm 18, 8 en 9 na de lezing uit Psalm 32. Ook Jacob ging zijns weegs, en dat is dat nadat hij Laban, zijn oom, heeft ontmoet die hem niet wilde laten gaan. Maar nu dan toch, ook Jacob ging zijns weegs en engelen van God ontmoetten hem. En toen hij hen zag, zei Jacob, dit is een leger van God. En daarom gaf hij die plaats de naam Mahanaim. En Jacob stuurde boden voor zich uit naar zijn broer Esau, naar het land Seir, het gebied van Edom. En hij gebood hun, dit moet u zeggen tegen mijn heer, tegen Esau. Dit zegt uw dienaar Jacob, ik heb als vreemdeling bij Laban gewoond en heb mij daar tot nu toe opgehouden. Ik heb runderen, ezels, kleinvee, slaven en slavinnen. En ik heb iemand gestuurd om dit naar mijn heer te vertellen, opdat ik genade in uw ogen vind. De boden kwamen terug bij Jacob en ze zeiden, wij zijn bij uw broer, bij Esau, aangekomen en nu komt hij u tegemoet met 400 man bij zich. En toen werd Jacob erg bevreesd en het benauwde hem. En hij verdeelde de mensen die bij hem waren, het kleinvee, de runderen en de kamelen in twee kampen. Want hij zei, als Esau bij het ene kamp aankomt en het verslaat, dan kan het overgebleven kamp ontkomen. Verder zei Jacob, God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac, Heere, die tegen mij gezegd hebt, keer terug naar uw land en uw familiekring en ik zal u wel doen. Ik ben te onbeduidend voor al de blijken van goede tierenheid en al de trouw die u uw dienaar bewezen hebt. Immers, slechts met mijn staf ben ik de Jordaan hier overgestoken en nu ben ik tot twee kampen uitgegroeid. Red mij toch uit de hand van mijn broer, uit de hand van Esau, want ik ben bevreesd voor hem, anders zal hij komen en mij en de moeders samen met hun kinderen neerslaan. U hebt immers gezegd, ik zal u zeker wel doen. En ik zal uw geslacht maken als het zand van de zee, dat vanwege de menigte niet geteld kan worden.
En hij overnachtte daar die nacht. En hij nam een deel van wat hij in zijn bezit gekomen was, als geschenk voor zijn broer Esau. 200 geiten, 20 bokken, 200 ooien en 20 rammen, 30 zogende kamelen met hun veulens, 40 koeien en 10 stieren, 20 ezelinnen en 10 ezels. En vervolgens gaf hij ze in de hand van zijn dienaren, elke kudde apart. En hij zei tegen zijn dienaren, steek de beek over voor me uit en houd afstand tussen de kudde. En hij gebood de eerste, als mijn broer Esau u tegenkomt en u vraagt van wie bent u en waar gaat u heen en van wie is deze kudde die u voor u uitdrijft, dan moet u zeggen, dat is een geschenk van uw dienaar Jacob. Gestuurd aan mijn heer Esau, zie, hij zelf komt ook achter ons aan. En hij gebood ook de tweede, de derde en alle die achter de kudde liepen. U moet op dezelfde manier tot Esau spreken, zodra u hem aantreft. En u moet ook zeggen, zie, uw dienaar Jacob komt achter ons aan. Want hij zei, ik zal hem gunstig stemmen met dit geschenk dat voor mij uitgaat. Daarna zal ik hem onder ogen komen. Misschien zal hij mij ter wille zijn. Zo stak het geschenk de beek over. Voor hem uit. Hij zelf echter overnachtte die nacht in het kamp. En diezelfde dag stond hij op, nam zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen en zijn 11 kinderen en stak de doorwaadbare plaats van de jabok over. En hij nam hen mee en liet hen de beek oversteken, alles wat hij had liet hij oversteken. Maar Jacob bleef alleen achter en een man worstelde met hem. Totdat de dageraad aanbrak. En toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jacob ontwricht raakte toen hij met hem worstelde. En hij zei, laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij, Jacob, zei, ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. En hij zei tegen hem, wat is uw naam? En hij antwoordde Jacob. Toen zei hij, uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want u hebt met God en met mensen gestreden en hebt overwonnen. Jacob vroeg daarop, vertel me toch uw naam. En hij zei, waarom vraagt u naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob gaf die plaats de naam Pniel, want, zei hij, ik heb God gezien. Van aangezicht tot aangezicht. En mijn leven is gered. En de zon ging over hem op. Toen hij door Pniel gegaan was. Hij ging echter mank aan zijn heup. Daarom eten de Israëlieten tot op deze dag. De heupspier niet. Die zich boven het heupgewricht bevindt. Omdat hij het heupgewricht van Jacob. Bij de heupspier had aangeraakt. Tot zover.
Na het amen van de preek antwoorden wij met Psalm 61, vers 3, 4 en 7. We luisteren naar het gedeelte dat wij zojuist lazen, Genesis 32. En het laatste gedeelte van vers 26 is die bekende tekst die ook het uitgangspunt vormt voor de prediking, waar Jacob zegt: ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. En het thema voor de preek is worstelen met God, schuldig worstelen en verlossend worstelen. Gemeente, vanmorgen komen we een bange Jacob tegen. We vinden hem bij de Jabok, klein zijriviertje van de Jordaan, in het Overjordaanse. En hij is helemaal alleen. En het is nacht. Donker. Nou jongens en meisjes, dat klinkt wel een beetje spannend, niet? Nacht, donker, je bent alleen, buiten in het veld. Ja, en dan opeens wordt Jacob nog vastgegrepen ook. Stel het je even voor. Jacob is bang. Waarom eigenlijk? Want hij was al bang voordat hij werd vastgegrepen. Heeft hij reden om bang te zijn? Nou ja, het antwoord op die vraag, dat ligt er maar aan hoe je het bekijkt. Je kunt er ja op zeggen. Ja, natuurlijk heeft Jacob reden om bang te zijn. Want er staat iets heel spannends te gebeuren. En als je dat weet, als er iets spannends gaat gebeuren, ja, dan kun je gespannen zijn en bang, angstig. Dat is heel menselijk. Maar je kunt met evenveel recht zeggen nee. Jacob heeft eigenlijk helemaal geen reden om bang te zijn. Zeker niet in deze nacht. Nu die nog maar kort tevoren iets heeft gezien. Een leger van engelen. Engelen van God die niet tegen hem zijn, maar voor hem en met hem. Maar toch is hij bang. Want wat is er aan de hand? Nou ja, Jacob is op de terugweg. In de afgelopen maanden hebben we hem al gevolgd. We hebben gezien hoe hij moest vluchten uit de tenten van Rebekka, zijn moeder met name. Nadat hij met list en bedrog Esau de eerstgeboortezegen had afgenomen en het eerstgeboorterecht hem had ontfutseld. En Esau was woedend geweest en die had Jacob willen doden. En daarom was Jacob hals over kop gevlucht naar Paddan Aram, naar zijn oom Laban, ver weg in Haran. En toen was hij ook alleen geweest. Op de heenweg. Alleen in de nacht. Het stond er met zoveel woorden in hoofdstuk 28, we hebben het toen gelezen. De zon was ondergegaan en Jacob die was gaan slapen en die had een eenvoudige steen gepakt als zijn hoofdkussen. En toen had hij daar die bijzondere droom gedroomd. Een open hemel met een ladder die tot op de aarde reikte en de engelen die gingen van boven naar beneden en van beneden naar boven. En Jacob had een stem gehoord. Stem van de Heere God die tegen hem zei: Jacob, ik zal dit land aan jou geven. Dit land waarop je ligt te slapen, aan jou en je nageslacht. Ik zal met je zijn en je beschermen overal waar je gaat. En nou is hij op de terugweg. 20 jaar later. 20 jaar waarin Jacob bij zijn oom Laban zich het snot voor de ogen heeft gewerkt. Eerst 7 jaar om met Lea te kunnen trouwen. Ja, het bleek uiteindelijk Lea te zijn. Het was om Rachel te doen geweest. Maar hij was bedrogen door Laban. Toen nog eens 7 jaar voor Rachel. En vervolgens nog eens 6 jaar waarin Jacob steeds maar weer moest werken om ook nog wat kudde te mogen bezitten. En Laban die had hem zo gemanipuleerd en aan het lijntje gehouden. Zelfs met misbruik van de naam van God. Ja, dat hij eigenlijk wel een beetje op Jacob leek, die Laban. Jacob had hetzelfde gedaan. Bedriegen, liegen,
met misbruik van de naam van God. Met een vroom praatje erbij. Zo had hij het gedaan, die eerstgeboortezegen ontfutseld. Uiteindelijk was Jacob bij Laban vandaan gevlucht. En nu is hij er dan, aan de grens van het beloofde land. Jacob is er klaar voor om met zijn gevolg de Jordaan over te trekken en in het land van Gods belofte terug te komen. Maar voor het zover is, is er eerst deze nacht, waarin we Jacob tegenkomen in zijn eentje in het donker, angstig. Waarom, Jacob? Je bent er nou toch? Je hebt vele jaren van ploeteren achter je. En nu kom je thuis. Nu kan het goede leven toch gaan beginnen. Moet je eens kijken om je heen wat je allemaal inmiddels hebt bereikt. Wat een verschil met hoe je wegging. Toen was je echt alleen. Maar nu ben je omringd door allerlei grote kuddes. Je hebt 2 vrouwen, je hebt 11 kinderen. Ja, ook jouw lieveling Rachel, die heeft uiteindelijk toch zelf een zoon gekregen, Jozef. Jacob, wat maak je hier druk? Maar Jacob is bang. Beter komt het door die engelen die hij heeft gezien. Want die waren er weer geweest. Ze waren er toen hij het land uittrok. En nu die terugkomt, zijn ze er weer. En het lijkt wel alsof ze op hem staan te wachten. Hoofdstuk 32 begint ermee. Reizend richting de Jordaan ontmoeten engelen van God Jacob. Zo staat het er. Dus niet Jacob ontmoet die engelen. Nee, zij komen hem tegemoet. En het is er maar niet eentje. Het is een heel leger. Het is alsof ze hem willen binnenhalen. En het is ook alsof ze Jacobs geheugen willen opfrissen. Als die het al vergeten zou zijn. Dat het land van Gods belofte het land ook van Gods engelen is. Het land waar de Heer woont en zal wonen. Het land waar je met recht kunt zingen met Psalm 91. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Want hij zal zijn engelen gebieden, dat ze u op weg bevrijden. Gij zult hen in gevaren zien voor uw behoudenis strijden. Weet, het zijn de engelen van Bethel. Die Jacob er toen van hadden willen overtuigen. Jacob, ik zal je beschermen waar je ook gaat. En die zijn er nu weer. Vrees niet, Jacob. Dan hoef je toch niet bang te zijn. Als Gods engelen aan je zij zijn. En Jacob ziet ze ook nog. Weet je, wat een geweldige bemoediging toch? En Jacob die heeft dat ook zo ervaren. Hij noemt die plaats daar Mahanaim. Dat betekent 2 legers. Mogelijk bedoelt hij daarmee dat er 2 engelengroepen, 2 legers van engelen te zien waren. Of misschien ook wel dat hij bedoelt, het is het leger van de engelen en mijn eigen leger, mijn eigen groep mensen. En ze horen bij elkaar. Dat schept toch vertrouwen? Nou ja, doet dat, gemeente. Putten wij vertrouwen uit het woord van de Heer? Uit de belofte van God? Wekt dat nou inderdaad bij u en bij mij een geloof? Ja, zoals van Psalm 18. Ik kan met u door sterke benden dringen. Hoe is dat in ons leven? Ja, zo zou het misschien moeten zijn, maar zo werkt het vaak niet. Bij Jacob ook niet. De aanblik van die engelen, ja, gemeente, dat doet iets met hem. Ze roepen iets in hem wakker en dat is niet alleen maar vertrouwen en moed, maar dat is juist ook angst. Want Jacob herinnert zich niet alleen Bethel, maar ook wat er daarvoor gebeurd is. Hoe die zijn broer Esau heeft bedrogen. Hoe die zelf aan het werk was gegaan om zich de belofte van God
die zegen toe te eigenen. Hoe die daarom een dief, een bedrieger was geworden. Een leugenaar. Ja, hoe die de naam van de Heere had misbruikt. Gevloekt. En dat maakt dat Jacob eerst nog iets moet doen voor zijn gevoel. Hij stuurt boden naar Esau. En dan moet u niet denken dat hij dat doet omdat Esau toch al in de weg staat. Esau staat helemaal niet in de weg. Esau staat niet tussen Jacob en de Jordaan in of zo. Hij verhindert hem niet de oversteek naar het beloofde land. Daar woont Esau al helemaal niet meer. Esau heeft Kanaan al lang verlaten, zoals je dat van Esau ook wel kunt verwachten als je hem een beetje leert kennen. Hij is in de Bijbel iemand die weliswaar aan de buitenkant heel veel prijs stelt op die eerstgeboortezegen, omdat hij toch de oudste is en de eerste moet zijn. Maar eigenlijk maakt hij Esau zich ook niet zo druk over de belofte van God. Het is meer voor de heb, voor zichzelf. En het verbaast dan ook niet dat hij niet meer in het land van Gods belofte woont. Jacob die moet zijn bode naar het zuiden sturen. Naar het land van Seir, het gebied van Edom. Als je het op een kaartje van Israël bekijkt, dan zie je dat die boden van Jacob helemaal naar het zuiden moeten, linksaf. Langs de Jordaan heen, om bij Esau te komen. Waarom doet Jacob dat? Nou, zegt vers 5, opdat ik genade in uw ogen vind. Gemeente, Jacob die kan voor zijn gevoel niet verder zomaar. Hij vraagt eigenlijk een soort van toestemming aan Esau om het beloofde land binnen te mogen gaan en daar zijn Esau's plek in te nemen. Esau die weliswaar de eerstgeborene is, maar die dat recht aan Jacob heeft verkocht. Gemeente, Jacob die weet, eigenlijk zit dat natuurlijk niet goed, hoe dat allemaal gegaan is. Hoe ik dat recht heb gekregen. Dat heb ik gestolen, met list en bedrog. En nou kan hij het niet over zijn hart verkrijgen om dan maar gewoon te zeggen, nou ja, zo is het nou eenmaal, en dan vrolijk verder te gaan. Weet je, ontmoet hij wel een heel andere houding bij Jacob dan toen met die geitenvellen om zijn armen, toen die naar zijn blinde vader Isaac ging. Toen had hij er geen enkele moeite mee. Maar nu knaagt er wat van binnen. Er klaagt hem wat aan. Hij zou zomaar rechtdoor kunnen lopen. Beloofde land in en Esau letterlijk links kunnen laten liggen. Hij zou zijn zondige verleden links kunnen laten liggen. Zomaar. Maar hij kan het niet. Het knaagt. Zijn geweten spreekt. Weet je, als je geweten spreekt, dan laat dat zien dat er in je hart gerechtigheid leeft. Jacob heeft dat ongetwijfeld geleerd in die 20 jaar bij Laban. Laban die zo oneerlijk was met al zijn gesjoemel en met al zijn vrome praatjes erbij. Het heeft Jacob de spiegel voorgehouden. Jacob, je hebt er zoveel last van alles wat er bij Laban gebeurt. En je bent er boos over en verontwaardigd. Als u de voorgaande hoofdstukken nog eens leest, 30 en 31, dan zult u dat opmerken. Maar Jacob die moet natuurlijk eerlijk zeggen, dat ben ik eigenlijk. Ik ben geen haar beter dan Laban. En gemeente, daarom kan die nou, nu die zichzelf zo kent en oprecht is geworden daarin, nu kan die niet zomaar die plek van Esau innemen, want zijn geweten spreekt. Daarvoor, gemeente, is het hem allemaal inmiddels te heilig geworden. Gods belofte en Gods zegen en dat hij dan de drager van die belofte mag zijn, dat God het via hem verder zal laten gaan, dat via hem uiteindelijk de Messias zal komen. Het moet eerst glad worden tussen hem en Esau. Esau,
ik ben terug, ik heb een hele hoop bezittingen bij me. Ik hoop dat je me gunstig zult, dat je me in gunst zult zien. Is het goed dat ik naar Kanaan ga? Weet je, hoe komt dat? Wanneer je geweten je aanklaagt. Als je je schuldig weet voor je naaste, voor God. Dat is het werk van de Heilige Geest. Die geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Weet je, dat is waarom het in Jacobs hart knaagt en klaagt. Je hoort het ook in zijn gebed als hij tot God gaat bidden. Wanneer hij gehoord heeft dat Esau onderweg is met 400 man. Vers 10, ik ben te onbeduidend. Voor al de blijken van goede tierenheid en al de trouw die u uw dienaar bewezen hebt. Beleven wij dat ook zo, gemeente? Kijk, de Heere God die belooft ons ook zoveel. En daar leven we bij als gemeente. Dat is het woord van de Heere God. Dat staat er vol mee. Daar mag je bij leven. Daar mag je ook mee rekenen. Daar mag je in geloof van uitgaan. Dat is de waarheid. In zijn Zoon, de Heer Jezus, belooft hij je eeuwig leven. Vergeving van je zonden. En de vernieuwing van je leven. En alles wat daarbij hoort. U heeft echt een Bijbel vol met beloften. Maar beseffen we ook daarbij dat zoveel goedheid en zegen van God is, terwijl wij dat niet verdienen? En is het iets wat u herkent? Hoe Jacob er hierin staat, dat je geweten spreekt en dat je dan eerlijk wordt. Knaagt er bij u, bij jou misschien ook wat? Zijn er dingen in je leven waarvan je weet, ergens, het zit eigenlijk niet goed. Het is zonde. En misschien is het iets wat je al heel vaak weer hebt weggeduwd en doe je dat vanmorgen ook wel. Want dat kunnen we zo goed. Onze zonde links laten liggen. Maar als je dat maar vaak genoeg en lang genoeg doet, dan gaat die stem van je geweten vanzelf wel wat zachter praten. Je kunt, zegt de Bijbel, 1 Timotheus 4, je geweten met een brandijzer dichtschroeien. Maar gemeente, als u uw geweten het zwijgen oplegt, dat betekent niet dat je zonde weg is en dat je schuld verzoend is. Zijn er dingen in uw leven, ja toch, die maken dat u zou moeten doen wat Jacob doet? Dat je naar die ander toe moet. Dat je naar God toe moet om genade te vragen. Vergeving. Kijk, Jacob die beleeft dat vooral ten opzichte van Esau. Hij kan Esau niet onder ogen komen met goed fatsoen, zo voelt hij het. Maar hij heeft natuurlijk niet alleen maar gezondigd tegenover Esau. Ook tegenover God. Beseffen wij dat ook, gemeente? Dat is iets wat Jacob hier bij Peniel meemaakt en leert. Hij durft Esau niet onder ogen te komen, maar hij kan God ook niet onder ogen komen. En dat kon hij in de laatste plaats door wat hij hoort als zijn boden terugkomen. Die hebben geen goed nieuws. Esau die heeft 400 man verzameld. Die is op de terugweg op weg om naar Jacob toe te gaan. En bij Jacob slaat de angst om het hart. Nou ga ik het leven erbij inlaten. En mijn vrouw en mijn kinderen ook. En dan gaat hij bidden, gemeente. Indringend bidden. Hij verdeelt eerst zijn kamp in tweeën. Kan er in ieder geval één helft nog ontkomen. Maar dan gaat hij toch bidden. En hij vraagt de Heere, de God van het verbond, wilt u me redden uit de hand van Esau? Ik ben het niet waard, maar red mij, verlos mij. Gemeente Jacob die komt zo op zijn knieën terecht. Dat is de plek waar je moet zijn, hè? Met je zonde en je schuld. Dat wat erom vraagt om beleden te worden.
uitgesproken te worden. Voor je naaste, voor God. Beseffen we het, gemeente? Zeg nou eens. Toen de Heere u bij uw doop beloofde, ik zal als een vader voor je zorgen. Toen die zei, ik heb mijn zoon voor je gegeven, tot een offer. Toen die zei, ik zal met mijn geest in je werken en wonen. Ik laat je niet los, ik zal je beschermen overal waar je gaat. Ik zal er voor je zijn. En als je dan nou eens kijkt waar je nu staat, wat er tussen dat moment en vandaag in staat, wat zegt u dan? Nou, het is volkomen terecht dat God dat toen zei. Want ik ben het zeker waard. Nee, toch? Wat was hij toen al vol van goedheid en trouw, gemeente? Wat is hij dat? Maar wat een puinhoop maken wij ervan. Wat een zonde, wat een tekort. Dat is wat Jacob hier ziet. Inziet. En wanneer Esau met zijn 400 man hem de stuipen op het lijf jaagt. Ja, dan slaat het naar binnen. De angst slaat hem om het hart. Want hij weet het, ik ben schuldig. Ik heb geen been om op te staan. Ik ben het niet waard. Ik ben aangewezen op genade. De gemeente, was Jacob nou maar op zijn knieën gebleven. Als je knikkende knieën hebt van de angst, dan moet je ze buigen. Was hij nou maar in die houding van ootmoed en van totale afhankelijkheid en schuldbelijden gebleven. En dat hij dan moed had gevat en had bedacht, maar ik heb toch net nog engelen gezien die mij op weg zullen bevrijden. En ik kan met mijn God door sterke benden dringen. Wees u mijn kracht, Heere God. Mijn hulp, mijn vertrouwen, mijn heil. Maar Jacob staat op. En gemeente, wanneer de nacht voorbij is en een nieuwe dag breekt aan, staat Jacob op in eigen kracht en kunnen. En herkennen we opeens weer iets van die oude Jacob, die het heft zo graag in eigen handen neemt. Die met wielen en dealen zelf denkt te redden. Vanuit zijn angst en onzekerheid, vanuit zijn kleingeloof kun je zeggen, gaat Jacob een hele stortvloed aan cadeaus samenstellen voor Esau. In de vorm van verschillende kuddes die naar Esau toe worden gestuurd. Steeds met voldoende afstand ertussen, steeds opnieuw een verrassing voor Esau. Hij wordt overladen met geschenken. In de hoop dat Esau, Jacob, gunstig gezind zal zijn. Genade zal betonen. Jacob probeert de gunst van Esau te kopen. En geeft het hem rust? Nee, dat kan niet. Gemeente, als wij de genade van een ander of ook van God proberen te kopen met wat wij aanbieden, dan kan het nooit genade zijn. En die volgende nacht is Jacob dan in zijn eentje, vrouw en kinderen al aan de overkant van het water. En in het duister van de nacht is het er weer. Angst, schuld, onzekerheid. Zal hij zijn leven erbij inschieten? Maar dan is daar opeens die man. Want dat brengt ons bij het tweede, verlossend worstelen. Hij overvalt hem opeens. Iemand staat er in het Hebreeuws. En die begint te vechten met Jacob. En heel de nacht zijn ze aan het worstelen met elkaar. En dan weer is Jacob sterker. En dan weer die man. Wie is hij? Nou, hij blijft in het duister, letterlijk. Als de dageraad aanbreekt en het licht gaat worden, dan zegt die man tegen Jacob, laat me gaan. Hij blijft voor Jacob verborgen en voor ons als lezers eigenlijk ook.
Maar na afloop weet Jacob heel goed met wie hij gevochten heeft. Met de Heere God. Hij is maar niet Esau onder ogen gekomen, nee. Hij is de Heere God onder ogen gekomen. Waarom die plek ook Peniel gaat noemen. Want zei hij, ik heb God gezien. Van aangezicht tot aangezicht. En mijn leven is gered. Verlost. Weet u, hoe kan dat nou? Wat is er nou precies gebeurd in die nacht? Nou, herkent u in de worsteling met deze man hoe Jacob in de afgelopen dagen al heeft geworsteld. Met Esau, maar eigenlijk met God. Weet u, je ziet zeg maar een oude en een nieuwe Jacob. Ziet u ze? Jacob wordt heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees. Tussen geloof en ongeloof. Tussen genade en eigen gerechtigheid. Eerst denk je, hij loopt zo het beloofde land binnen. En dan laat zijn zonde links liggen. Maar dan stuurt hij toch zijn bode naar het zuiden. Want zijn geweten spreekt. Eerst vind je hem op zijn knieën. Maar de volgende dag is hij overeind gekomen. En stuurt hij geschenken. Jacob worstelt met God. En hij moet zich gaan overgeven. Werkelijk uitleven in de handen van God. Hij moet gaan leren leven van Gods zegen die alleen maar genade is. En daar worstelt hij mee. Hij weet, ik heb die zegen van God nodig. Maar ik kan hem zelf niet krijgen. List en bedrog helpen me niet. Hij moet het me echt geven. Met die Jacob worstelt. En wat is Jacob sterk? Wat kunnen wij sterk zijn tegenover de Heere God? Dat wij ons steeds weer staande houden. Dat wij steeds weer denken, ja, maar ik heb er toch recht op. Dat je dat misschien wel doet met de belofte van God in de hand. Heere God, u heeft dit gezegd, nou moet u het doen ook. En dat je dat dan op zo'n manier zegt. Ja, dat er geen verootmoediging bij zit. Dat je er niet klein onder bent. Dat je niet beseft, maar het is genade als die doet. Onverdiende zegen. Jacob is zo sterk, gemeente. Hij worstelt met God. En hij ligt echt niet alleen maar onder. Sterker nog. Die man die ziet op een zeker moment dat hij het niet kan winnen. Dat is een heel bijzonder iets natuurlijk, want in het volgende zinnetje lees je dat hij maar even het heupgewricht van Jacob hoeft aan te raken of het is ontwricht. Jacob heeft vanaf dit moment mank gelopen. Als een blijvende herinnering aan zijn worsteling. Deze man heeft goddelijke macht. Maar waarom slaat hij Jacob niet vanaf het begin af aan neer? Waarom zet hij hem niet vanaf de eerste seconde de handen op de keel? Jacob, je stelt niks voor, jongen. Je bent niks. Hier, ik ben veel sterker. Nou, gemeente, omdat God zo niet is. Omdat de Heere je niet wil laten buigen zoals een tiran zijn vijanden laat buigen. Zo is hij niet. Hij is uit op je heil. Hij stemt zijn kracht hier af op die van Jacob. Zodat aanvankelijk er geen winnaar komt. Die komt er pas aan het einde van de nacht, wanneer Jacobs heup wordt aangeraakt en de man zegt, laat me nu gaan, want de dageraad komt, de zon komt op, het duister wijkt. En ja, dan wijkt ook echt het duister, ook in Jacobs hart. Want dan zegt Jacob met alle kracht die hij nog heeft, ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. Kijk, en dan is Jacob op zijn plek. En gemeente, als je dit bidt,
En als dit de houding van je geloof is, van je geloven en je leven, dan ben je een overwinnaar. Want Jacob wordt een overwinnaar. Hij krijgt een nieuwe naam. Van Jacob, Hielelichter, wordt hij Israël. Waarom? Omdat hij met God en mensen heeft gestreden en heeft overwonnen. Weet u, u kunt het winnen van God. Weet u hoe? Door dit te zeggen: Heere God, ik laat u niet gaan. Er is alle reden toe dat u mij laat gaan. En ik ben steeds weer geneigd om u wel te laten gaan. En het op eigen kracht te gaan doen. Maar ik laat u niet gaan, want ik weet, ik heb u nodig. Zegen mij. Zonder u kan ik niet. En gemeente, daar kan God niet tegenop. Ja, dat wilde hij ook helemaal niet. Want daar wilde je nou juist hebben. Zo op je knieën. En dat hij dan zijn armen om je heen slaat. En zegt: ik zegen je. Op die plaats zegende hij hem, staat er. Jacob krijgt een hand op zijn hoofd. En dit keer niet van zijn blinde vader Isaac, maar van God zelf. Die hand heeft hij nodig. Een hand die zonder list en bedrog ontvangen wordt, maar bij God vandaan komt. Omdat hij het zegt. Kijk, gemeente, je leven kan gevuld zijn met een hele hoop dingen. Wij hebben drukke levens. En wij maken heel wat mee. En Jacob die heeft ook heel veel meegemaakt in die 20 jaar. En je kunt bekend zijn met de belofte van God. Je kunt misschien zelfs wel je eigen bed al ergens hebben met een steen erbij. Dat je heel duidelijk weet, toen en daar, toen sprak God zo duidelijk tot mij. Toen gaf hij me zijn belofte en wist ik het ook zeker. En zo ging ik op weg, zo ben ik op weg gegaan in mijn leven. En dan heb je een prachtig leven, druk met van alles en nog wat. Maar het enige wat er echt toe doet, is dit zinnetje. De inhoud ervan. En dat je het leert bidden. Vanuit je hart. Heer, ik laat u niet gaan. Tenzij u mij zegent. Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Want aan uw zegen is alles gelegen. Daar hangt alles van af, gemeente. Want Gods zegen begint met vergeving. Gods zegen is de Heer Jezus zijn Zoon. Zonder hem kun je God niet onder ogen komen. Jacob noemt deze plaats Peniel, want ik heb God gezien en mijn leven is gered. Ik heb het niet verloren, ik ben er niet bij ingeschoten. Ik zal het er ook niet bij in gaan schieten met Esau als die komt, dat weet hij nu zeker. Want God zegent hem. En de heiligheid van God heeft hem ook niet verteerd. In plaats daarvan kreeg hij een hand op zijn hoofd. Ik voor jou. Ik bij jou, met jou. En daarin Peniel zegent de Heere hem. Nu Jacob geen kant meer op kan, gewond als die is. En de worstelaar hem te machtig werd. Klem gezet, maar niet vernietigd. Gered, voor eeuwig. En dan wordt het dag. De zon ging op. Nee, het staat er anders. Vers 31. En de zon ging over hem op. En gemeente, daarom kun je afvragen. Wie is die man nou? Jacob noemt hem God. God op aarde. Jezus Christus. Zoon van God. Voor even neergedaald, om genade te betonen, om te zegenen, omdat hij ook voor al Jacobs zonden zou gaan sterven aan het kruis.
Gemeente, als je in die vrijheid wordt gezet, dan gaat het stralen in je leven. Dan gaat de zon over alles wat van ons is op. De zon van Gods genade, dan komt er heel wat van het duister in het licht. Dan gaat de zon van zijn gerechtigheid over je op. En dat is de Heer Jezus. Die gaat stralen boven je bestaan. Dan wordt het licht, dan wordt het warm. Dan word je blij. Opgelucht. Mijn leven is gered. Eenmaal volkomen in heerlijkheid. Gemeente, wilt u het graag? Zoek jij het? Hoe lang verzet je je er nog tegen? Hoe lang blijf je nog vechten? Ga op je knieën. Laat het toch niet nodig zijn, gemeente, dat de Heer je er weer op moet dwingen op die knieën van ons. Voordat hij zijn genade aan je kwijt kwam. Laat zulke dwang voor u niet nodig wezen. Maar zeg het Jacob na. Heere, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Hier, vanmorgen, bij Pniel. Amen.
Laten we bidden en danken. Heere, dan komen wij bij u en dan bidden we het. We laten u niet gaan, Heere, tenzij u ons zegent. Dan pas kunnen we verder in een vrolijk levenslicht. Heere, dat hebben we nodig, die zegen van u, die zoveel inhoudt. Die betekent, Heere, dat u ons in genade aanziet en dat u ons beschermen zult. Ja, dat eenmaal de belofte in heerlijkheid, de vervulling van de belofte in heerlijkheid ons deel zal zijn. Het eeuwig leven. Dat door u, Heere Jezus Christus, is verworven toen u opstond uit de dood. Opdat u aan een ieder die u toebehoort zou geven te delen in een leven vol van glans en majesteit. Heere, alleen als u ons zegent, als u het op ons voorhoofd legt en in ons hart legt, dan kunnen we verder. Dan kunnen we u laten gaan. Dan kunnen wij verder op onze levensweg, omdat u met ons bent. Heren, misschien dat we vanmorgen hier in de kerk of ook thuis deze preek hebben gehoord en het gedeelte hebben gelezen. En dat wij zelf wel op het punt staan om u los te laten. Zonder dat u ons zegent. Heren, bewaar ons ervoor dat we dat zouden doen en dat we onze weg zonder u zouden vervolgen. Bewaar ons er ook voor dat wij met een houding die vol is van zichzelf door het leven zouden gaan. Geef ons dat wat Jacob moest leren, Heer, in ons hart. Werken door uw Heilige Geest. Dat wij niet waard zijn om uw gunst en zegen te ontvangen. Dat u ons die geeft uit genade. Heer, dan worden wij zelf klein en dan wordt u groot. Dan mogen wij u heerlijk loven. Wij danken u voor wat u ons in deze dienst wilde geven. Ga met ons mee als we naar huis gaan. Laat de boodschap die we hebben gehoord ook in ons hart mee mogen gaan. Doe daar uw werk mee, Heren. Werk in ons door uw Heilige Geest. En wilt u ons op deze zondag laten proeven aan de rust die er eenmaal zal zijn in heerlijkheid. En breng ons dan vanmiddag weer hier in uw huis, als opnieuw uw woord verkondigd mag worden. En zegent u dominee Mulder die dan zal voorgaan. Heere, wij bidden u om vergeving van wat niet was naar uw wil. En hoor ons uit genade. Amen. Psalm 116, vers 5 is onze slotpsalm en u krijgt vooraf gelegenheid om uw gaven te offeren voor de dienst in Gods Koninkrijk.
Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.